voorzitter, maar dat betekent niet dat we die woke gekkigheid al in de hoofden van onze jonge kinderen moeten stoppen. Doe eens normaal zeg. Ik heb dat eens opgezocht, mevrouw de voorzitter, waar ik het over had. Hè? Want waar de heer Jette zo voorstander is. De gendercook. Hè? Dat is in maart op bijna alle scholen in Nederland onderwezen. In de week van de lentekriebels. Je moet het maar verzinnen. En voor alle basisscholen, door de GGD en de Rutgers Stichting, hebben kinderen op de basisschool, weet je hoe oud die zijn? Op de basisschool, die hebben geleerd dat er behalve een man en vrouw, dat er ook een genderqueen is. En een genderloosheid. En androgyne mensen en trans mannen en trans vrouwen en two spirits en panseksuelen. Houd toch alsjeblieft op met die gekkigheid. Laat onze kinderen kinderen blijven. Dat is wat ik betoog. Niemand heeft wat tegen de LHBTI-gemeenschap. Ik heb er ook helemaal niets tegen. En als mensen in een situatie van geslacht willen veranderen, be my guest.